De overkapping van het Openluchttheater in Brunssum wordt ruim 63.000 euro duurder dan verwacht. Dat heeft wethouder Hugo Jansen donderdag aan de gemeenteraad laten weten. Dat komt omdat er een grotere kraan nodig is om de overkapping te plaatsen. Daar was in de offerte blijkbaar geen rekening mee gehouden. Omdat de drie betrokken partijen, waaronder de gemeente, het niet eens konden worden wie de schijnbare misrekening heeft gemaakt, is besloten om de schadepost in drieën te delen. Dat betekent een onvoorziene tegenvaller van 22.000 euro voor de gemeente, aldus de wethouder. Door het lange discussiëren over de schuldvraag was het project al vertraagd. De oplevering en opening is nu voorzien rond Koningsdag volgend jaar in april.